Talien Hartunians, ik woon in Mechelen, ik ben 23 jaar. Ik ben afgestudeerd in toerisme. Ik heb nu momenteel mijn eigen zaak. Mijn ouders hebben ook een zaak waar ik mee in help. Ik ben eigenlijk nu ook zelfstandig geworden sinds kort een jaar met mijn verloofde samen. Als hobby doe ik ook make-up artist. Ik schmink heel graag mensen, dat is echt mijn hobby als bijberoep eigenlijk. En ja, voor de rest, ik ben heel sociaal, ik lach graag en praat graag met de mensen. We hebben eigenlijk twee broodjeszaken, die liggen gelegen in Mechelen-Noord en eentje in Mechelen-Zuid. Eentje hebben mijn ouders opgericht 20 jaar geleden. En ik ben daar eigenlijk zo mee ingestapt na het studeren. Maar ik ben er eigenlijk mee opgegroeid in de horeca eigenlijk. Dus ja, ik heb dat altijd gezien van kleins af aan. En dat is eigenlijk, wij wonen er juist boven. Dus ik heb dat altijd meegezien en ik vond dat altijd plezant. En zo ben ik er eigenlijk mee ingestapt. Dus ja. En dan een jaartje geleden hebben ik en mijn verloofde eigenlijk juist hetzelfde geopend, maar in Mechelen-Zuid dan, in het andere industriepark. En zo leveren wij dan eigenlijk over de twee industrieparken tegelijk. Persoonlijk had ik me nooit zelf ingeschreven. Ik ben wel heel erg sociaal, maar op dat vlak wel teruggetrokken. Maar ze hebben me eigenlijk zelf gestuurd en mijn mama zei van, allee, waarom probeerde dat nu eens niet? En ik zo, ja, oké. Verlegen op dat vlak wel. Dus ik zeg van ja, dat is een unieke kans eigenlijk, dat ik iets kan meedoen. En ze hebben mij dan gestuurd. Ik dacht van, allee ja, waarom niet? Ik zal eens proberen, ik zal eens gaan. En zo is dat eigenlijk, ben ik erin gerold. Het gaat eigenlijk niet. Het is echt voor mij een levenservaring. Echt zo meisjes leren kennen, een beetje nieuwe ervaringen opdoen, foto's trekken. Ik vind dat eigenlijk een leuke wereld. Maar om te winnen doe ik het niet. Echt niet. Nee. Ik ben hier geboren. Ik ben hier zelf geboren. Ik ben hier opgegroeid, geboren, getogen. Echt een Belg, dus ja. Ik ben nog nooit in Armenië geweest. Nee, mijn ouders zijn afkomstig uit Iran. En die zijn hier tijdens de revolutie eigenlijk 30 jaar geleden naar hier gekomen. En onze eerste instantie was eigenlijk om naar Amerika te gaan. Maar dat is niet gelukt. Dus dan zijn we dan hier gebleven en dan zijn mijn ouders hier leren kennen en getrouwd. En ben ik hier geboren en opgegroeid. Dubai. Ja, toch wel. Oh, echt prachtig, hè. Shoppen, luxe beelden. Prachtig, ja. Dat is... mijn place to be. Het valt te zien, soms Zara, Forever 21 ga ik wel ook graag. Maar vooral eigenlijk Zara, shop ik liefst. Ja, ja toch. Van wie niet, hè? Van wie niet. Ja, tuurlijk. Van elke vrouw vermoed ik. Dus ja, tuurlijk. Met moeite. Want die weet dat duurt altijd een paar uurtjes. Dus ja, ik moet hem altijd meesleuren. Kledij? Ik koop het liefst eigenlijk kleedjes in één stuk. Of leggings en blouses. Koop ik graag. Oh, er is één, dat is eigenlijk geen kleedje, dat is eigenlijk een schoen dat ik heel graag zou willen. Daar ben ik voor aan het sparen, dat is mijn Louboutin. Dus daarvoor ben ik nu aan het sparen om die te kopen. Ik ben heel erg sociaal, ik lach graag, ik maak graag plezier. En dat zijn toch wel mijn beste eigenschappen. Heel schattig, heel knap, heel lief ook, vriendelijk. Ja, dat is plezant om iets van mensen te leren kennen. Ik doe dat graag, dus. Ja, goed. Toch wel vrij goed. Ik had het minder verwacht, omdat de Armeense meisjes soms wel naar meer teruggetrokken zijn en een beetje anders. Maar nee, deze zijn heel leuk en heel open, vriendelijk, sociaal.